Hallo allemaal, daar zijn we weer. Connie Tummers en Joke de Wit. We hebben begrepen dat zo'n kort lesje jullie wel bevalt. Dus we gaan nu een kort lesje doen waarbij alle rompspieren eventjes worden getraind. Dat kun je even tussendoor doen, net voor het eten of 's ochtends als je uit bed komt. En dan kan je daarna lekker fris aan het werk. Veel succes, doe lekker mee. Joke, we gaan beginnen op de rug liggend. Ja. Met je handen in je nek of in je hoge bovenrug. Nu trek je één knie naar je toe en je gaat met je diagonale elleboog naar die knie toe. Juist. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu ga je met een hand naar de binnenkant van je knie duwen. En je duwt met je binnenkant tegen de binnenkant van je knie. Juist. 5, 6, 7, 8. Nu trek je die knie lekker naar je toe. Juist, even rekken. Dit is dus niet inspannend, dit is gewoon lekker even rekken. Ja, 5, 6, 7, 8. En dan de schaar 8 keer. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En nog een keer handen diep in de nek. Diagonale elleboog naar de knie toe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hand tegen de binnenzijde van de knie en de andere tegen de buitenzijde van de enkel. 4, 5, 6, 7, 8. Knie lekker naar je toe trekken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En de schaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. En even rusten. We gaan nog een keertje deze serie doen. Hand in de nek begin je. Diagonale knie aantikken. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hand tegen de binnenzijde van de knie en goed duwen zodat je je schuine buikspieren aanspreekt. 4, 5, 6, 7, 8. Knie naar je toe trekken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En de schaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En nog een keertje die serie. Handen in de nek. 1, 2, 3, is die te doen? Ja. 5, 6, 7, 8. Binnenzijde van de knie aanduwen. 2, dus echt de binnenzijde van de knie. Juist. 4, 5, 6, 7, 8. Knie lekker naar je toe trekken. 1. Die kun je wat lichter maken als je even je hoofd neer. 2, juist, inderdaad. Als je last van je nek hebt, leg je gewoon je hoofd neer. 5, 6, 7, 8 en de schaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En je rekt je even uit. Even liggen. Goed. We doen beide benen omhoog. Op. Als dat moeilijk gaat, dan begin je met de benen gebogen omhoog te trekken. Als je last hebt van je rug, leg je handen onder je billen. En diep onder je billen. Ja, en weer omlaag met je benen. En je gaat weer omhoog. En omlaag. En omhoog. En omlaag. En de vierde keer. Oké, en dan maak je 4 keer een sit-up. Je gaat omhoog met je lijf. Op.
En terug. Ja, jij doet dat met je handen. Ja, exact. En als je hoog bent, even je holle rug maken. 4. Juist. Nu ga je afwisselen. Dus eerst je benen omhoog. En dan leg je eerst goed neer en dan kom je met je romp omhoog. Als je het te snel achter elkaar doet, wordt die te makkelijk. Op en terug en romp omhoog. En terug. En je weet het, als je hier moeite mee hebt, dan gebruik je 2 gewichtjes. Op en terug en romp omhoog en terug en omhoog. En terug en op en terug. Nu doe je beide tegelijk. Doe je armen maar langs je en dan ga je omhoog totdat je armen en je benen parallel van elkaar zijn. Op en terug. Doe je handen maar hoger. Ja. Daar. Ja, tik je voeten maar aan. Nou ja. 5, 6, 7 en 8. En even liggen. Dan doe je weer beide benen omhoog. Als het moet, doe je ze gebogen omhoog. Als het kan, doe je ze gestrekt omhoog. 4 keer. 3. 4. Dan doe je de romp omhoog 4 keer. Een sit-up. 1. 2. En Joke doet dat met de handen in de nek. Maar dat hoeft natuurlijk niet. 4. En dan doe je het 1 voor 1. Dus op met de benen en op met de romp. Juist. En op met de benen. Nee, 1 voor 1. Ja. Op met de benen en omhoog met de romp. En de benen omhoog. En de romp omhoog. En de 4de keer benen omhoog. Ik denk de 5de. Maar ja, dat geeft niet. Ik knip wel, joh. En dan ga je tegelijkertijd. En dat heet het knipmes of de jackknife. 2, 3, 4. Wil je er nog 4 doen? Nou, 4. 3, 2 en de laatste. Hartstikke goed. Rust heel even uit. Dan kom je op je linkerzij liggen. Okay. En je doet heel simpel de zeemermin. Dus je handen gaan vooruit, recht vooruit. De benen gaan omhoog en de schouders gaan omhoog. Dus de handen en de elleboog, 1 elleboog, blijven op de grond. En je spant nu de zijkant van je romp aan, de spieren in je talje. Dat, juist dat. Datgene wat een wespentalje geeft. Dat is waar, eenmaal. We zijn nog steeds minder wespen, toch? Steeds minder wespen, ja, inderdaad. Ja, nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Even liggen. Blijf maar even op die kant. En dan nog een keer je handen op de grond. En de zeemermin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En doe er nog maar 8. Voor het goede doel. 7. Je blaast uit als je omhoog komt. 6. 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Oké. Kom maar op je andere kant liggen. Je voelde hem al aankomen zeker. Ik dacht al. Ja, waar blijft hij? Dat is wel een heel eenzijdig geweest. Ja, exact. Oké. Rustig de zeemermin omhoog. De handen blijven op de grond. 1 elleboog blijft op de grond. De benen en de schouders gaan omhoog. 5, 6,
zeven, acht en nog acht. Zeven, zes, vijf, vier, drie, twee en de laatste. Even rusten. En nog een keertje. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht en nog acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee en de laatste. We gaan nu op de buik liggen voor een aantal rugspieroefeningen. En ik weet wel dat heel veel mensen willen alleen buikspieren doen, maar die rugspieren horen er net zo bij. Je gaat liggen met de benen gestrekt, gespreid en uitgedraaid. De handen onder de schouders. Neem maar twee gewichtjes bij, Joke. Ja, die heb ik hier liggen. Kan je wel hebben. En als je geen gewichtjes thuis hebt, of als je het niet nodig vindt, dan doe je het zonder. En anders pak je twee flesjes water die je vult. De handen onder de schouders. De schouders zijn laag. En naar achteren. Dat, exact. Je blaast terwijl je omhoog gaat. Blaas, adem in. Blaas, adem in. Je blaast jezelf omhoog. De benen goed uitgedraaid. Dan voel je veel meer je bilspieren. Nog 7, vier. 8. Oké, okay, onder het voorhoofd. 1. En als je de handen onder het voorhoofd houdt, dan ga je dus niet met je hoofd in een knak. Die knak die is niet goed. 4. Dus je blijft kijken naar het matje. Je blaast uit omhoog. 6. En je ademt in als je teruggaat. 7. En 8. En pak de gewichtjes maar weer. De armen langs zij. En dan draai je de handen uit zodat je schouderbladen naar elkaar toe komen. Dus als het ware alsof je staat te liften. Dat gevoel moet je hebben. Die kant moet je op. Liften doe je ook nooit met je duim de verkeerde kant op. Dat doet iedereen goed. Dit is liften. 4. Ik weet het niet meer. 5. Nee. Nog 2. en de laatste. Oké. Okay. Dan weer onder de schouders. 1. 2. Denk aan die ademhaling. Voeten goed uitgedraaid. Je blaast uit omhoog. De schouders zijn lager naar achteren. Ja, inmiddels ben ik de tel weer kwijt. 7. En 8. En dan de handen onder de schouders, onder het voorhoofd. Omhoog. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8. Je pakt de gewichtjes en je gaat weer liften. En omhoog goed uitdraaien. Dit is zo nodig voor die bovenste rug. Hè? Die moet sterk worden, zodat je de hele dag kan zitten achter de computer zonder dat je inzakt, zonder dat de zwaartekracht vat op je krijgt. 6, 7 en de laatste. En dan leg je de gewichtjes neer. Je doet je benen, je voeten over elkaar heen, naar binnen gedraaid. Of je legt ze op een kussentje. Je hebt de handen onder de schouders of je legt de handen op je billen. Alles ten zuiden van je taille is nu ontspannen. En je komt een heel klein stukje met je schouders omhoog. Mensen met een holle rug komen heel hoog. Mensen met een stugge rug komen maar een klein eindje. En je probeert je bilspieren te ontspannen. En daardoor gebruik je de multifidi, die hele kleine rugspiertjes die zo belangrijk zijn voor de stabilisatie van je rug. Ga door. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je handen hou je waar ze zijn. De benen strek je, draai uit en uit elkaar. En dan ga je zo hoog als je kan. En dan gebruik je dus wel je bilspieren. 8, 7. Nu zijn de bilspieren aangespannen.
Nu gebruik je de oppervlakkige spieren. 4, 3, 2, 1. En nog een keer die multifidi. Dus de voeten over elkaar naar binnen gedraaid. Billen draaien omhoog. Bilspieren ontspannen. Klein stukje met alleen je schouders omhoog. 3, 4, 5, 6, 7, 8 en nog 8. Goed die billen ontspannen. Billen zijn omhoog gedraaid. 6, 5, 4, 3, 2 en de laatste. En rust. Maak maar even een bolletje van je rug. Naar die rugspieren is dat wel nodig. En je ontspant. En nu heb je dus alle spieren even gehad. Dankjewel. Dankjewel. Dat was die. We hopen dat jullie hem leuk vinden. Dat je er wat aan hebt. En als je hem dagelijks doet, dan blijf je lekker fit. Iets minder dan dagelijks kan natuurlijk ook. Tot de volgende keer.